Nee, maar ik kijk naar roer, je hoeft niet daar. Je moet de mooiste er maar uitzoeken. Rechter. Nou, daar vind ik nou mee. We hebben een boekje overhandigd, een boekje geschreven over de geschiedenis van het beeklusblazen in Almelo. Het beeklusblazen, nou, ja, het winterhoornblazen dus. Hoe oud is dat beeklusblazen al? Nou, dat is het is echt begonnen in, hoe oud was je? 12? 12 jaar, dus dat is een jaar of 70 terug. Ik vind die tradities mooi in ere houden. Ja. Ja, dat vind ik jammer als zulke dingen weggaan. Er gaan al zoveel weg. Ja. En dit is een van de oudste tradities, 1700 begonnen zal te blazen. En wat Rijn vertelde, we zijn in Beekenspaar op een bruggetje begonnen, mijn broer en ik, 50 jaar geleden. Kijk, en toen begonnen, iedere keer werd meer, er kwamen meer mensen bij. Ja, prachtig mooi zo kunnen. En nog jonge aanloop? Nog wel, maar ja, de jongen wordt minder. Jongen speelt liever met mobieltje als met winterhoornblazen. Tis toch wat, jammer. Want jullie oefenen ook van tevoren? Of, Ja, in huis. In huis, in huis of in een garage waar je maar bent. Ja. Advent mag je beginnen te blazen eerder niet. Nee. 4 weken voor kerstmis. Maar het is een aankondiging van kerstkind en verdrijven van boze geesten. Ja. Boze geesten zullen nog wel een paar zijn, maar die zijn ook al weg. We weten eigenlijk alleen de geschiedenis van de mensen die het ons vertellen. Maar op een gegeven moment, dat hebben we meegemaakt, dat mensen werden dement en die kon het niet meer goed vertellen. En toen hebben ze gezegd, schrijf jij dat nou eens op. Vraag eens hoe het ging en schrijf het eens op hoe het begon en hoe het nou in Almelo aan de gang was gegaan. Ja. Dus het verhaal van Johan, dat heb ik opgeschreven in dat boekje. Is nog niet dement, hè? Nee, hij is nog lang niet dement, maar er zijn er wel meer dan Johan.